Achter de duinen van het Noordzeestrand ligt Tata Steel IJmuiden. Welkom bij Hoogovens Stoom IJmuiden. In de vroege morgen worden stoomlocomotieven Bonne en Tom gereed gemaakt voor een rit over het Tata Steel terrein. Hoe een klein vuurtje groot kan worden. De eerste schep. De rangeerder is te herkennen aan zijn gele overal. Kolen laden om de locomotieven mee op te stoken en warm te houden tijdens de rit. Deze locomotief is gebouwd door machinefabriek Esslingen en komt uit 1943. Ze heeft zware ertstreinen gereden voor een ijzeren staalfabrikant in Oberhausen. Alle smeerpunten van de loks worden nagelopen met olie. De huidige rijtuigen zijn afkomstig uit voormalig West-Duitsland van de Deutsche Bundesbahn. Het zijn zogeheten Umbauwagens. Rond de jaren 50 werden deze rijtuigen verbouwd door de DB tot de huidige staat en zo zijn ze ook aan hun naam Umbauwagen gekomen. De lengte van de rit van de excursietrein bedraagt ongeveer 15 kilometer. U zult zich niet snel vervelen, want er is genoeg te zien. Halverwege wordt er water genomen en is er de mogelijkheid voor de bezoekers om foto's te maken en even te kijken aan boord van de locomotief. Het laatste stuk van de rit gaat door Velzen Noord en ligt buiten het terrein van Tata Steel.